Ja, ik ben vannacht opgebleven voor het tweede debat in het WK Amerikaanse verkiezingen. De match tussen opnieuw Trump en Hillary. Even overwogen om te gaan slapen en de wekker te zetten. Maar bij mij werkt dat niet, want als de wekker dan afgaat, dan blijf ik liever gewoon liggen. En dus bleef ik wakker. Ik heb net als velen een Amerikaanse verkiezingen fetish. Al een jaar of 20 volg ik de strijd om het Witte Huis, wat bij mij ooit begonnen is, zoals met zoveel, met boeken. In het verleden heb ik vele geweldige boeken over de Amerikaanse verkiezingen verzameld, omdat daar nu eenmaal vele geweldige boeken over zijn geschreven. The Selling of the President van Joe McGinnis. The Making of the President van Theodore White. What It Takes van Richard Ben Kramer. Fear and Loathing on the Campaign Trail 1972 van Hunter S. Thompson. Echt een boek dat ik iedereen zou kunnen aanraden. En natuurlijk The Boys on the Bus van Timothy Krause over politieke journalisten die er een vak van hebben gemaakt om de politiek te volgen. Iedereen is zou in aanloop van de verkiezingen een van deze boeken moeten lezen. Dat vind ik echt. Het zijn zulke geweldige boeken over de Amerikaanse verkiezingen. Aankomende verkiezingen slaat natuurlijk echt alles. Dit is misschien wel de idiootste en meest besproken presidentsverkiezing die we bij leven zullen meemaken. Je merkt, ik heb niet geslapen, hè? Ja. Een jaar geleden voorzag bijna niemand dat Donald Trump een serieuze kans maakte om de meest invloedrijke man van de wereld te worden. In het begin van zijn kandidatuur was hij nog the man we love to hate. Daarin zijn verschillende categorieën. Er is een the man we love to love. Dat zijn lieden die ten alle tijde bij vrijwel iedereen sympathie oproepen. Nelson Mandela was the man we love to love. Art Schenk, Sven Kramer, Jan Wolkers, Maxima, et cetera. Er zijn ook personen die vallen onder de noemer the man we hate to love. Mannen, of wederom vrouwen, die we graag mogen, maar die we van onszelf eigenlijk niet mogen. René van der Gijp, Theo van Gogh, mensen die onuitstaanbaar zijn, maar die ons gemoed toch raken. Wellicht dat Donald Trump ook tot deze categorie ooit werd gerekend. En dan zijn er the man we love to hate. Mensen die we hardgrondig vervloeken, maar die wel bij ons horen. Op zijn manier was Pim Fortuyn voor sommigen een man die we met liefde verafschuwden. En er zijn mensen die we haten, omdat we ze nou eenmaal haten. The man we hate to hate. En ik vrees dat Donald Trump inmiddels in deze categorie valt. Het begon vannacht met de persconferentie die Donald Trump een paar uur voor het debat gaf met vier vrouwen die Bill Clinton beschuldigden van seksuele intimidatie en verkrachting. Dat was een ontwikkeling die zo uit het handboek voor House of Cards kwam. Nobody has more respect for women than me, begon hij het debat. En ik had het niet moeten zeggen over vrouwen in een kruis grijpen, maar wat ISIS doet, dat is pas erg. Het was het begin van een wezenloos debat. Een merendeel van deze mensonterende stroom onwelvoegelijkheden kwam uit de mond van Donald Trump. We zagen de machteloosheid in de ogen van Hillary Clinton, die moeite deed om zich in bedwang te houden. 10 minuten voor het aangekondigde einde van het debat heb ik mijn televisie uitgezet, omdat ik mijn tax had bereikt. Het was na een uitputtende parade jijbakken, onder de gordelstoten, beledigingen, gemeesmuil, lafgedraai, verbitterde vijandigheid, kinderachtig ontwijkgedrag, gelieg, resentiment, misbakkerij, valse verdachtmakingen, gehuichel, rancune, wrok, lompe onderbrekingen, haatzaaierij, overdrijvingen, simplificaties, regelrechte bedreigingen en vernederingen. Het was een belediging voor de democratie en zelfs voor de beschaving. Ongetwijfeld zullen er binnenkort geweldige boeken verschijnen over deze presidentiële verkiezingen van 2016. Maar ik heb voorlopig nog geen zin om die te gaan lezen. Ik snap het. Nou. Ronald Schipper, dankjewel. Wat rusten. Ja.